In het bestuur van Stichting De Ruchte uit Zomer is er het een en ander veranderd. Na een periode van maar liefst 17 jaar heeft Fokko Keun besloten om afscheid te nemen als voorzitter van Stichting De Ruchte. Per 1 februari heeft Leo Breukers, de secretaris van De Ruchte, het stokje overgenomen van Fokko. Op woensdag 28 februari werd er in De Ruchte officieel afscheid genomen van Fokko Keun. Het woord is aan de nieuwe voorzitter Leo Breukers. Leo Breukers, je was secretaris van De Ruchte en ook meteen de gedoodverfde voorzitter toen je aantrad? Nou, niet meteen de gedoodverfde, maar gedurende het pad. Fokko had al eerder aangegeven dat hij zou willen stoppen. In die gesprekken hebben ze gezegd, ja, volgens mij ben jij een geschikt kandidaat om dat stokje over te nemen. Toen die vraag kwam, heb ik natuurlijk even over nagedacht, maar vrij snel gezegd, dat lijkt wel een mooie klus. Ja. Want dat is wat je wilde? Ik wil iets betekenen voor De Ruchte, maar ik ben hier niet secretaris geworden met het doel om voorzitter te worden. Maar op zich, toen het ter sprake kwam, vind ik wel een leuke job om te doen. Ja, nou is voorzitterschap voor jou geen nieuwigheid, hè? Je bent de voorzitter geweest van de voetbalclub? Bij de voetbalclub en bij de golfvereniging en bij de ondernemingsraad, bij mijn werk. Dus in die zin heb ik er wel een beetje ervaring mee, ja. Wat heb je met De Ruchte, buiten je bestuursfunctie? Nou, ik vind het leuk om naar het theater te gaan. Nu dat ik niet meer actief in het werk ben, vind ik het ook leuk om hier een bijdrage aan te leveren. Het is ook een gemeenschapshuis. Ik heb altijd wel leuk gevonden om dingen voor de gemeenschap te doen. Dus al die dingen bij elkaar. En ik had het nog nooit gedaan. Dus in die zin, ik heb vooral bij sportverenigingen bezig geweest. Ik denk van nou, dit is op zich ook wel weer een nieuwe dimensie van het bestuurschap. Dat sprak me aan en daarvoor heb ik de stap gemaakt. Ja. Het voorzitterschap van Fokko Keun is er wat neergezet. Je gaat in dezelfde lijn verder of al zie je al wat andere dingen? Nou, we hebben samen met Fokko de afgelopen periode een aantal beleidsdocumenten tegen het licht gehouden. Daar heb ik mijn input in kunnen leveren. Dus daar zitten wat wijzigingen in. Maar op zich heeft Fokko een prima basis hier neergelegd om op verder te gaan. Maar de tijd die gaat vooruit, dus ook dingen veranderen. Dus stilstaan is achteruit gaan, zeggen ze ooit. Dus in die zin zullen we ook ons weer aan moeten passen aan de nieuwe eisen van deze tijd. Het is een branche, er verandert zoveel mee, je weet niet wat. Je weet niet wat er komt in de toekomst. Nee, het is een aspect bijvoorbeeld is het verenigingsleven. Dat is ook aan verandering onderhevig. Dus het is aan de uitdaging aan het gemeenschapshuis om daar weer een goede invulling aan te kunnen geven. Dus dat is een van de dingen. Maar anderzijds is het ook het programma van het theater en de concerten. Ook proberen om jonge mensen daar weer aan te spreken. Nou, er zijn wat ideeën over. En om daar een steentje aan bij te dragen vind ik wel leuk. De gemiddelde voorzitter zit hier minstens 15 jaar? Dat weet ik niet. Fokko had het er al over dat hij voor de tijd weg wilde zijn. Dat hij als oude bestempeld zou worden. Dus of dat 15 jaar wordt, dat weet ik niet. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. We hebben overigens in het bestuursreglement staan dat het officieel maar 12 jaar mag. Dus er is al een verlenging bezig geweest. Tim Rijper, vandaag is voor jullie toch een heel belangrijk en emotioneel moment? Ja, zo kan je misschien wel zeggen. We hebben natuurlijk met dit aanstaande afscheid van Fokko Keun een periode van maar liefst 17 jaar voorzitterschap De Ruchte sluiten we daarmee af. Ik zelf heb daar ruim 11 jaar als voorzitter mee onder hem gediend natuurlijk. Ik kan niet anders zeggen dat hij een behoorlijke stempel gedrukt heeft op waar wij nu staan. Dat hij nu stopt is natuurlijk ook verstandig gezien zijn gezondheid. En het mooie, misschien op het hoogtepunt, 25 jaar bestaan om dan het stokje over te dragen. Mooi moment om dat nu te doen. Ja. Wat is er speciaal aan die man? Fokko, Fokko is uit een specifiek. Fokko. Fokko is Fokko. De naam komt ook niet vaak voor. Misschien zit het hem daar wel in. Unieke man.
recht door zee, integer, zeer deskundig. Hè? Niet veel mensen weten wat hij allemaal gedaan heeft, maar hij is op nationaal niveau, heeft hij zelfs de overheid zelfs ook van advies gediend. Dus hij heeft zijn sporen wel degelijk verdiend en dat hij dat voor de ruchten ook op die manier heeft gedaan. Ja, dat hebben wij natuurlijk altijd gemerkt in de vorm van dat we gelift zijn en doorontwikkeld zijn. Dat doet Fokker niet alleen, hij heeft natuurlijk de mensen achter hem en de rest van het bestuur. Maar ja, met hem aan het stuur is dat wel allemaal goed gegaan. Ja. Het was een voorzitter in moeilijke en in mooie tijden. Ja, ja, dat betreft, we hebben het plakboek compleet. Dat heeft hij met verven gedaan. Ja. Ja, want de moeilijke tijd, corona, daar heb je eigenlijk met hem heel veel aan gehad, of niet? Ja, nou goed, op zich, we moesten sluiten. Hè? En dan ga je natuurlijk alleen maar snel schakelen. En dan is het fijn dat je met weinig woorden veel kan bereiken. En dan is het inderdaad een voorzitter voor uit het hout gesneden. Van doorpakken, juiste beslissing nemen, timing. En met corona was dat niet anders natuurlijk. Ja. Dan moet je op zoek naar een nieuwe voorzitter die ook een stempel kan drukken. Ja, nou, ik denk dat we met Leo een hele mooie opvolger hebben gevonden. Is natuurlijk ook weer uit een handig hout gesneden, maar bestuurlijke ervarenheid neemt de schat en ervaring mee. Heeft zijn sporen meer dan verdiend. En ik denk dat we geen andere waardige opvolger konden vinden dan Leo, dus daar zijn we zeer blij mee. Peter Schult, ik zie hier een tafel met allemaal bekende gezichten. Je bent de enige die nieuw is, of niet? Ja, dat klopt. Ik ben nieuw voor het bestuur. Ik ben eigenlijk hebben we gisteren mijn eerste bestuursvergadering gehad. Waar ik als secretaris heb op mogen treden. En ik ben de vorige bestuursvergadering benoemd tot secretaris. Ja, je krijgt een aanbieding, denk ik. Hè? Wil je secretaris worden? Waarom zeg je dan ja? Omdat ik de rug een warm hart toedraag als klant, zeg maar. En omdat ik het ook een hele interessante organisatie vind om het dieper verder in te verdiepen. En daar heb ik zelf meer mee dan met een lokale sportvereniging, bijvoorbeeld. Nieuwe mensen, nieuwe wetten. Je hebt al over nagedacht. Je hebt al rondgekeken wat er kan veranderen. Ja, ik kom ook uit een redelijk professionele organisatie. En daar doen we dingen soms net iets anders dan wat ik tot nu toe heb gezien. Maar voorlopig hou ik me voorlopig bezig met de agenda's en de notulen. En hoe we daar dingen goed vast kunnen leggen. Zodat je ook dingen terug kan halen en daarop focussen. Wat is jouw achtergrond? Ik werk bij de Rabobank. Al meer dan 25 jaar. Ik hou me bezig met het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Wereldwijd. Dat zijn we hier allemaal niet tegen. Daar ga ik vanuit en daar ga ik me in ieder geval niet op focussen hier. Ja. Wat lijkt jou er leuk aan de ruchten? Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe het werkt. De hele programmering, hoe dat werkt. Hoe we komen tot bepaalde beslissingen om de zaak vol te krijgen. En ook een financieel gezonde organisatie te hebben. Zodat we veel kunnen betekenen voor de gemeenschap.